Hoi, ik heb een maand geleden rucola gezaaid en ik ga vandaag voor het eerst de rucola bladeren oogsten. Het waait heel erg hard, dus ik ga goed mijn best moeten doen om te zorgen dat mijn rucola bladeren niet wegwaait. Ik heb een kommetje bij me en ik ga daar dus de bladeren in plaatsen die ik dus oogst. Bij het oogsten dan pluk ik zo'n 2 bladeren per plant. Per plant pak ik dus de 2 grootste bladeren die ik zie van 8 centimeter of groter. Sommige plantjes hebben 3 grote bladeren. Nou ja, dan pluk ik er gewoon 3. Verder let ik op de buitenste bladeren. Dus ik pluk de buitenste bladeren, want rucola die groeit weer verder vanuit het midden. Dus zo kan ik dus volgende keer ook weer gaan oogsten. Kijk, hier heb ik dus een kommetje vol. Zoveel heb ik dus kunnen oogsten. En de kom wordt voor mijn rucola salade natuurlijk extra aangevuld met onder andere cherry tomaten en andere lekkere ingrediënten. Ik ga mijn kom aan mijn man geven en mijn man gaat voor mij een rucola salade maken. Ik ga filmen hoe hij dat doet. Dus in zijn video kun je dus zien hoe mijn rucola salade wordt gemaakt. En dan kan je dat ook voor jezelf maken. Hieronder plaats ik bij de beschrijving een linkje. En dan kom je bij zijn video terecht. Ik kan je al wel vast verklappen dat het erg lekker was. De salade smaakte echt goed. En na het filmen, dus na de video, bij het proeven, hebben we besloten er nog wat honing en walnoten bij te doen. En dat maakt het dus extra lekker. Dat zie je dus niet in de video, maar dat vertel ik je dus nu pas. In de volgende aflevering, dat wordt dus weer een update van de moestuinplanten. En dan ga ik je laten zien hoe mijn rucola verder is gegroeid en of ik weer opnieuw kan oogsten. Nou, een korte aflevering. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doepa doe!